Maar het gaat vooral om de jongens en famkes van Alphen onder maar 16 jaar. Voor haren is de Vikingrace de officieuze EK voor de jeugd. Voor de Friese Helga Drost is het mooi dat ze hier een persoonlijk record riet op de 1000 meter. Dat is wel mooi, want ik heb een beetje verkloot op 400. Helga is 14 jaar en ze wil goed worden. Dan heb je sokkenwedstrijden nodig. Hij is het hele jaar trouwwedstrijden. Maar dit is wel echt een grote neer die op de lijst staat. En dat maakt het extra leuk dat er overal uit Europa deelnemers waarkomen? Ja, zeker. Want de Duitsers die ik tref net zo vaak. En nou hoor, en dan ben ik gewoon op die 8-uursbaan. Dus dan komen ze en dan is het altijd leuk. Ik voel de contact met de letter. En wat ben je in voorbeelden als die al heeft? Marit Leenstra vind ik echt heel goed. En ja, Irene Wüst natuurlijk. En die zullen we weer om op de tentoonstelling. Je mag hem genezen? Ja. Waarom? Nou, hoe ze er vroeger uit zit en nou, dat, oh, ja. Dat is wel een verschil. Thijs, hoe normaal gezien? Hier heb je dan nog wat buitenlanders. Nou ja, Sven staat er ook bij. Is dat ook een buitenlander? Kan wel. Buitenaard is het. Ja, ik Sven had mooi die een ondervikingrace. Ik ben Sven Kramer, ik kom uit Oudeschoot en ik ben 11 jaar. Wat is jouw grote droom? Mijn grote droom is om later topschaatsen te worden. En zo ben er nog wel meer. Zou dat nou leuk zijn dat je hier een keer tussen hingen? Ja, dat zou ik wel mooi vinden. Dat is toch gewoon een eer. Dan ben je wel bekend. Ik in de toekomst. Maar waar hing het er maar liefst twee keer tussen? Hier ben ik. Dat is 2 jaar bij Ron. En daar ben ik dat ik vorig jaar. Helga had ik in het boetloon uit van Hoeswest en dat is leuk. Ja, dat is echt heel leuk. Gewoon, dan wist ik eens ergens oors en dan het is toch heel oors om ergens oors te rijden in de West helemaal net bekend bent. Dat hij die oren nou hier. Ja, en als ze dan ik naar keihard rijden, dan heb ik er echt wel respect voor. En wij haar respect voor Helga. Ze helpt Joert een bronzen medaille.